Huishoudens, bedrijven en kantoren in Paramaribo Noord, die worden gevoed door het SWM-waterstation Blauwgrond, mogen zich binnen niet al te lange tijd verheugen op een veel betere en constante waterdruk. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de Surinaamse Waterleidingmaatschappij oude gietijzeren afsluiters en T-stukken, die sinds het prille bestaan van de SWM waren gelegd, vervangen door nieuwe koppelingen. Er zijn ook nieuwe mantel- en transportbuizen gelegd. Het zal de oplettende voorbijganger vast zijn opgevallen dat SWM'ers in de laatste week van augustus deze belangrijke ingreep hebben uitgevoerd in de omgeving van het uitgaanscentrum Paramaribo, als ook op het kruispunt Wilhelminastraat, David Simonsstraat. Ik kan aangeven dat al onze klanten aan de positieve zijde zijn van dit werk. En natuurlijk de SWM ook. De klanten zullen verbeterde waterdruk hebben. Voor de SWM wordt het natuurlijk veel makkelijker om het water te sturen. Om het als waterverdeling te beheersen. En natuurlijk onderhoud wordt ook makkelijker voor de SWM. Als er calamiteiten zijn in een bepaald gebied, is het veel makkelijker om zo'n calamiteit te traceren. Met al die activiteiten waarmee we bezig zijn. Dus de activiteiten waarmee we bezig zijn, het is niet iets dat voor vandaag, maar het is een structurele aanpak voor langtermijn. Dus op de hoek van de Kroosevelkade, hoek Kleine Waterstraat, hebben we de weg daar open gezaagd. We hebben een mantelbus daar geplaatst en de bijbehorende distributieleiding. De mantelbus die we daar geplaatst hebben is 160 mm, met daarin de distributieleiding 110 mm. Kleine Waterstraat, daar ter hoogte van de brandput, daar gaan we die appendages van die brandput vervangen. Bij Kleine Waterstraat, hoek Kleine Dwarsstraat, daar gaan we die leiding ook vervangen. Of die appendages die de weg oversteken naar de Kleine Dwarsstraat. Daar bij het vat, bij die brandput, gaan we die appendages vervangen. Als we hier nu terechtkomen op de hoek van de Sommersdijkstraat, hoek Cornelis-Jeanbouwstraat, hebben we een mantelbuis geplaatst, een 500 mm. In duim komt het uit op 20, met daarin de bijbehorende 12 duimer, 315 mm. En de bijbehorende appendages, dan denk ik aan T-stukken afsluiters, T-stukken bochten, enzovoort, pakken. En als we even verder kijken naar het noorden toe, naar de Anton Drachtenweg, komen we uit bij Onderon. Cornelis-Jeanbouwstraat, daar hebben we een mantelbuis van 250 mm geplaatst met daarin de 200 mm of bijbehorende appendage. We zijn dwars over de bij onderrand geweest, we hebben daar dwars bij onderrand aangelegd, ongeveer 50-60 meter en zijn uitgekomen op de Wilhelminastraat om daar die tie-in te maken op die leiding daar. We gaan richting Sunyi, daar hebben we helemaal ook open gegraven. Daar gaan we ook de bijbehorende appendages plaatsen. Daar hebben we weliswaar geen mantelbuis geplaatst, dus daar wordt het gewoon twee tie-ins. De activiteiten waarmee we nu bezig zijn, dat zal ervoor moeten zorgen dat de drukken in het voorzieningsgebied Blauwgrond en aan de grens aan het voorzieningsgebied van Blauwgrond zal verbeteren. We zijn bijkans zeg maar eerste kwartaal gestart van dit jaar met de activiteiten en nu zijn we bezig met de tweede fase. Hierbij gaan we enkele appendages vervangen, we gaan buizen verplaatsen en dan gaan we het water sturen als hoe hij gestuurd dient te worden. Dus na deze werkzaamheden is het werk nog niet klaar, want dan moeten we het gebied dan gaan afsluiten. Dit is eigenlijk die voorbereiding op het afsluiten, want je kan geen gebied afsluiten. Is in je gebied is dan mooi en aan de grens van je gebied is dan minder. Het gaat hand in hand. Dus daarmee zijn we nu bezig. De klus was alles behalve gemakkelijk. Maar een juiste werkhouding en het begrip dat de SWM-werkers hierbij kregen van de burgerij en verschillende ondersteunende diensten hebben vast en zeker bijgedragen aan het succes van deze belangrijke operatie. Nou, de heren staan te popelen. De meid jongen, tak ewi. Meneer Stekkel, meneer Derby, Ottawa Koppel, O, zit Sani. Laten we die mensen van goed water voorzien. En zo houden we die era even zoet van, nee even, we brengen eerst alles in place. Hou even aan, alle actoren in place brengen voordat we koppelen, zodat alles die dag van de koppeling smooth verloopt. Hier en daar wat onregelmatigheden, maar al met al vinden we één weg om samen erdoor te gaan. Ik wil ze graag een motivatiegesprek met zouden naar dit project. Van hieruit doe ik het in de pers. Ik wil ze van harte bedanken. Ook al hebben we het elkaar
waar we net soms oneens met elkaar over bepaalde beslissingen, maar we kwamen altijd op één weg terecht om de doelen van de SOM te realiseren. Om daar te zijn voor de klanten, om daar te zijn voor de SOM. Dus ik spreek ook een woord van dank uit aan hun, ook aan de mensen, ook aan de weggebruikers, dat ze zich stip hebben gehouden aan de aanwijzingen van de politie. De tijd die we hebben uitgetrokken, we hebben anderhalf week uitgetrokken voor de voorbereidingen. Die gaten openleggen, die obstakels blootleggen. Contact maken met onze zusterbedrijf of onze nieuwsbedrijven. Elkaar beleggende bedrijven, daar denk ik aan Telesuur en EBS in deze. Om een goede samenwerking ook met hun aan de dag te leggen. Nadat we klaar zijn met de werkzaamheden, zal het gebied dat het zal merken zal zijn, zeg maar het gebied van Blauwgrond. Het is van Anton Drachtenweg richting Cornelis Jongbouwstraat. Dan heb je dan de Kasjudiweg, daar kom je dan in de Kristalstraat, Jozef Israëlstraat, Amethyststraat, Jansteenstraat. Het is het gebied dat valt binnen het voorzieningsgebied van pompstation Blauwgrond. Dus als we klaar zijn met deze activiteiten, gaan we ons dan focussen op het afsluiten van het gebied. Dus waar we moeten afsluiten is ook al in kaart gebracht. Dat gaan we dan afsluiten en dan gaan we dan dat gebied in de gaten houden. We gaan alles monitoren en dan nadien, als alles redelijk in peil is, dan gaan we dan overgaan tot het uitvoeren van activiteiten binnen dat gebied. En wat ik eerder zei, de activiteiten waarmee we nu bezig zijn, is natuurlijk om de gebieden op de grens, ook tijdens het afsluiten van Blauwgrond, ook tegelijk mee te nemen dat zij ook niet eronder lijden. Want zeg maar, je hebt nu maar, zeg maar een druk van 4 en als ik Blauwgrond heb afgesloten, heb je een druk van 2. Dat doe ik je tekort. En dat, natuurlijk willen we dat ook niet hebben. Dus we focussen ook op dat gebied. Dat is eigenlijk echt aan de grens van het gebied, wat ik zo net heb opgeroepen. Natuurlijk aan de, grens van de, aan de kant van de Kasjudiweg en de Kristalstraat en de Jozef Israëlstraat, daar grenst Tourtonne. Dat is daar helemaal up-to-date. Alleen moeten we in dat gebied moeten we nog wat onderhoudwerkzaamheden verrichten. Maar klachten van dat gebied heb je alleen maar als, zeg maar als er een stroomuitval is. Bij een dergelijke operatie kan het wel eens gebeuren dat er wat extra hobbels moeten worden overwonnen. Op dit stuk vormde het maken van de nieuwe koppelingen naar het voorzieningsgebied in Paramaribo-Noord geen uitzondering en heeft de SWM-ploeg tijdens deze werkzaamheden dag en nacht hard moeten werken om deze obstakels te overwinnen en de job redelijk op tijd te klaren. Er is met de heren is er aan het begin zeg maar een sessie geweest om te informeren wat waarmee we allemaal bezig zijn en waar we naartoe gaan. Dit alleen maar dat we één taal kunnen praten. Dat wij, zeg maar de leiding en ook de heren die het werk zullen uitvoeren, op één lijn zijn. Als ik praat over A, dan weet je ik heb het over A. Dus belangrijk was om die heren ook mee te nemen in de voorbereiding. Natuurlijk, in het veld gaat het altijd gebeuren waar er kleine zeg maar misverstanden kunnen ontstaan of oneenigheden, meningsverschillen, dat is normaal. Maar we werken allemaal voor eenzelfde bedrijf, het is de SWM, we hebben allemaal één doel. Het is goed en betrouwbaar water leveren aan de klanten. Dus einde van de dag gaan we toch door één deur moeten gaan en dat doen we. Natuurlijk, we blijven met elkaar praten, overtuigingskracht moet er zijn. Zeker weten, de inzet van de medewerkers stel ik zeer op prijs. Dat we met man en mag alle werksleven of werkgaten open gegraven. Om die tie-ins te maken. Maar die obstakels die we ook zijn tegengekomen, hebben we geen zoden aan de dijk gelegd. Maar al dan al hebben we die buizen toch in de grond weten te krijgen. Reeds bij de voorbereiding is er een risicoanalyse gemaakt, waarbij we hebben getracht om zoveel als mogelijk alle risico's in kaart te brengen. Dat zou kunnen zorgen voor zeg maar, een vertraging, een delay van het werk. Maar natuurlijk, we werken ondergronds. Niemand kan zien onder de grond. Het is aardig gegaan. We zijn op een gegeven moment, op de hoek van de Cornelis Jongbouwstraat en de Sommersdijkstraat, zijn we wel gestuurd tegen wat obstakels ondergronds. Dat is voor een delay gezorgd van 24 uur. De SWM werkt hard en voortdurend aan verbetering van de nationale watervoorziening. Wat ik kan aangeven bij zulke projecten, de kosten worden inzichtelijk gemaakt. Het wordt gepresenteerd aan de directie.
En de directie gaat er alles aan doen, natuurlijk als voor de verbetering is, gaan ze alles aan doen om de middelen vrij te maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daar zijn er helemaal geen twijfels. We zijn in 2017 is het besluit genomen dat we gaan overstappen naar pompingzones. Een pompingzone is eigenlijk een gebied dat gefouilleerd wordt door één bepaald pompstation. En als eerste hebben we afgesloten gebied Tourtonne. Daarna is afgesloten La Vigilancia, Republiek en gebied Uitkijk. De resultaten die we hebben gehad, die waren zeer positief. Drukken zijn 3 maal omhoog gegaan. Die verbeteringen zijn er. Ik herhaal het vaak. Tourtonne is daarvan een voorbeeld. Als u op kantoor bij mij komt, of zeg maar bij een van mijn andere collega's, zult u ook zien op die muren hoe er wordt gewerkt. We hebben kaarten van elk kwartaal en dan zie je die stijgingen ook voor al die drukken. Dus zijn we de goede kant op? Zeker. En de klanten zijn er om het aan te geven. Dus natuurlijk, niet iedereen kunnen we tegelijk tevreden stellen. We gaan het in fases moeten doen. Ons voorzieningsgebied is groot. Dus we zijn begonnen in de gebieden waar de klachten het grootst zijn, waar de meeste klachten hebben. En dat is natuurlijk voorgewasgebied Tourtonne en Blauwgrond. Ik moet ook aangeven dat we nu bezig zijn in gebied Flora. Om het af te bakenen, en het moment is afgebaken, we conform Tourtonne, gaan we in Flora zelf ook wat activiteiten gaan ontplooien. Dat moet zorgen voor een betere waterlevering naar de klanten toe. Aan al onze klanten wil ik en vragen om wat geduld te trachten. De SWM is bezig. Als we werken, zijn op een bepaald moment natuurlijk genoodzaakt om de watertoevoer tijdelijk stop te zetten. Natuurlijk gaan we een melding geven en gaan we proberen. We doen er alles aan om het binnen de aangegeven tijdstip de job te klaren. Dus alsjeblieft begrip daarvoor. En voor al de weggebruikers met Big Uno, Walibis Malik Uno, Rikena Uno. Op het moment een auto met een bepaalde tempo gaat, stof en wij op, agoina operator, ay noem maar op, maar zwaai na kwamang. Maar dat willen we natuurlijk niet hebben. We hebben een goede samenwerking met de politie, hebben het gebied afgebakend. Je hebt ook de heren van de afdeling veiligheid hier zo, dagelijks, de hele dag met ons, die ook ervoor zorgen, hun zijn natuurlijk extra ook, dat alles in goede banen verloopt. Maar ik zeg het nogmaals, alle weggebruikers, onze verontschuldigingen, alsjeblieft wat geduld. Het zal niet lang meer duren en de weg wordt natuurlijk weer opengemaakt. Belangrijk voor de SWM is ook nazorgen. We hebben heel wat bermen opengegraven. Als u achter me kijkt, ziet u een woekerpikup daar. Daar zijn we al gestart met de nazorgwerkzaamheden. Dat is niets anders dan zeg maar de plek zoveel als mogelijk terugbrengen in de staat dat we hebben aangetroffen. Als we hier verlaten, zal het erop lijken als de SWM nooit heeft gewerkt. Daar willen we naartoe.